in de playoff-finale 0-3 gaan winnen in Roeselaren. Die van Antwerpen zullen vanmorgen waarschijnlijk opgestaan hebben, met het idee dat het maar een droom was. Maar dat was het dus niet. Antwerpen imponeert, is op zowat elk onderdeel de betere van Roeselaren. En haalt hier dan ook een echte onverhoopte stuntzege binnen. Wat we vandaag hadden, was een mouse schudden. Chapeau voor de ganse groep, voor de spelers. Echt knap wat ik hier heb gezien. Ik heb heel weinig moeten zeggen eigenlijk vandaag, weinig aanwijzingen geven. Ze hebben heel veel zelf gerealiseerd en het was echt leuk om langs de kant te staan vandaag om het team zo te zien spelen met zoveel goesting, zoals we hier zeggen. En echt plezant. Alle druk in deze playoff-finale ligt bij Roeselaren. Zij zijn de topfavoriet. Antwerpen is de debutant die er enkel op uit is zich een waardig finalist te tonen. Maar die debutant kan wel vrij uitspelen en dat loont. 19-25 en 0-1 voor Antwerpen. In set 2 serveert Antwerpen Roeselaren in de vernieling. De titelverdediger ziet sterren, Seppe Bates 21-25 en 0-2. Antwerpen gaat door in set 3, 23-25 en 0-3 dus. Antwerpen creëert voor zichzelf een kans om landskampioen te worden. Het is een best of 5. Roeselaren heeft het thuisvoordeel en dat nemen we nu toch wel een beetje af. De bal komt nu in ons kamp te liggen. Maar ik verwacht een heel gepikeerd en heel agressief Roeselaar bij ons komende zaterdag. En nu moeten wij daar de nodige wapens voor gaan zoeken. En hopelijk ook voor vinden om opnieuw te strijden tegen Roeselaren zaterdag. Zaterdag dus partij 2 in een uitverkochte arenahal in Deurne.